Goedenavond. Ja, het is een mooi tweedehandsje in prima conditie, maar wel verkocht voor slechts 3,7 miljoen euro. En hij gaat naar Australië. Het regeringstoestel, de PH Beatrix, die vertrekt binnenkort. Maar vandaag was hij nog te zien op de vliegbasis in Moensdrecht. Welkom aan boord van de PHKBX, oftewel de PH Koningin Beatrix. Lederen bekleding, volop beenruimte en, hoe kan het ook anders, een compleet oranje achterkant. Koning Willem-Alexander was geregeld in de cockpit te vinden. Ontzettend aardige man, de koning. En als piloot een hele goede vlieger, vonden wij altijd. De Fokker 70 is sinds 1996 van de regering. En nu moet er een nieuw toestel komen, omdat het vliegtuig verouderd is en te vaak tussenlandingen moet maken bij lange vluchten. Ook wordt het onderhoud steeds moeilijker. Het regeringstoestel is verkocht voor 3,7 miljoen euro aan een Australische luchtvaartmaatschappij. Die gaat het inzetten als VIP-vliegtuig. En ja, zeg nou eerlijk, het is niet bepaald een vliegtuig voor de economy class. En zo gaat het nieuwe toestel eruit zien. Een Boeing 737 Business Jet. Die laat nog wel even op zich wachten. Pas in 2019 wordt hij opgeleverd. Tot die tijd vliegt de koning gewoon op lijnvluchten om zijn vlieguren te halen. Dus let goed op als je instapt. Misschien vliegt de koning jou deze zomer, zonder dat je het weet, gewoon naar je vakantiebestemming. Dat zou leuk zijn. Nou, veel mensen die wilden dat vliegtuig nog wel eens zien. Want er waren meer belangstellenden dan de 4000 kaarten die er waren. Maar de mensen die wel een kaartje hadden, die mochten het toestel niet van binnen bekijken. Even op de foto met het vliegtuig. Ja, het is een hele unieke gelegenheid om dit eens van dichtbij te mogen zien. Het is alleen jammer dat we er niet in mogen, want dat was eigenlijk wel wat we wilden. Maar het is al heel erg leuk dit. Nee, je mag niet naar binnen. Nee, dat klopt. Ja, dat is wel jammer, maar goed, dat hoort er nou eenmaal bij. Ik kan me wel voorstellen dat dat niet allemaal mogelijk is. Want... Kijk eens, vind je hem mooi? Ja. Waarom vind je hem zo mooi? Omdat hij oranje is. Ja, ik vind hem een beetje klein. Ja. Ik had hem groter verwacht. Ja. Maar ja, de koninklijke familie is wat groter dan ze allemaal in het vliegtuig kunnen. Ja. Je had hem wat luxe verwacht misschien? Luxe, groter. En ik vind de achterkant van de motoren een beetje zwart. Het had wel gepoetst mogen worden. Ja, nou, als we hem nou echt wel van binnen bekijken, dat kan hoor. Op onze Facebookpagina vindt u een 360 graden impressie van dat vliegtuig. En dan kan je dus zelf bepalen wat je wil zien. Bijvoorbeeld de stoelen of het plafond. Kan je ook kijken hoe dat eruit ziet. Zo kan je helemaal rond en zelf bepalen wat je wil zien. De Facebookpagina van Omroep Brabant dus.